Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd de oude dierentuin aan de Diergaarde Singel door bommen zwaar beschadigd. Hierbij kwamen veel dieren om, terwijl een paar anderen ontsnapten. Zo liep er een zebra door een winkelstraat en enkele zeeleeuwen zwommen in de singels van de stad. Er waren gelukkig al dieren verplaatst naar de in aanbouw zijnde tuin in Blijdorp. Die was niet getroffen, maar door de oorlog liep de bouw wel vertraging op. Op 13 juli 1940 kon men het noordelijk gedeelte van de nieuwe diergaarde via een tijdelijke ingang openstellen, zodat het publiek toch alvast tijdens de zomervakantie van de tuin kon genieten. In december 1940 was de diergaarde helemaal klaar. Een prachtig onderwerp voor de jonge filmamateur Joop Stolk. En hij gaat daarom met zijn 16 mm filmcamera aan de slag. Aan het prille groen te zien zal dat in het voorjaar van 1941 geweest zijn. Deze apen genieten duidelijk van hun nieuwe omgeving. En onze filmer heeft een zonnige dag uitgezocht. Architect Van Ravenstein heeft de dierentuin zo ontworpen dat er een symmetrieas door het park loopt, met aan weerszijden grote weiden voor hoefdieren als bizons en zebra's. Om de dieren in een meer natuurlijke omgeving te tonen, heeft hij traliewerk en hekken zoveel mogelijk vervangen door greppels en grachten. De ruime leefweiden waren toen uniek in de wereld. Opmerkelijk is echter dat men de beren en olifanten nog wel diverse circus acts liet doen. Gelukkig hebben de kinderen geen dompteur nodig. Hier is onze cameraman bij het zeeleeuwenbassin dat in 1943 door een verdwaalde Britse brisantbom zal worden vernield. Dat heeft men niet meer herbouwd, maar het is elders door een ander vervangen.
En ondanks de bezetting door de Duitsers, genieten zowel de bezoekers als de dieren van een hapje en een drankje. En flaneren vredig door het park.